In de jaren 60 was hij bekend als Johnny de Selfkicker. Hij wilde de razernij van de wereld laten horen. Een schrijver die zich nauwelijks in een bepaalde categorie laat indelen. Groot is Van Doren in de kleine huiselijke thematiek. Daarom is zijn werk ook tijdloos. Laatste tijd heeft hij zich bewezen in de luchtige vertelsels, de light prose zoals de Amerikanen dat noemen. Hij heeft ook voor 1% extra luisterdichtheid gezorgd bij de VPRO Radio. Hij schreef Mijn kleine hersentjes, Langzame wals, De geest moet waaien en Gevecht tegen het zuur. Dames en heren, Johnny van Doren. Ik moet eraan toevoegen, dank u zeer. Ook nog het boek Door de Weken Heen. Binnenkort komt een epos uit, De Lieve Vrede. Licht proza zal ik het niet noemen. Het heeft een schijn van lichtheid. Rembrandt Kampert heeft wel eens gedichten geschreven. Van iedereen zei van, dat kan ik ook. Zo eenvoudig stond het op het papier, maar zo eenvoudig is dat niet. Het gaat om eenvoud. Als je een president van Amerika wordt, dan moet je ook niet Reagan zijn of die andere kerel, maar je moet een president van eenvoud zijn. Een dominee moet ook iemand van eenvoud zijn. Dat heeft niets te maken met eenvoudigheid of dementheid of imbeciliteit in zijn kop. Maar iemand die met weinig woorden iets kan uitdrukken. Ik begin nu als eerste voor te lezen uit Mijn kleine hersentjes. Geschreven in 1971. In 1985 opnieuw op de markt gekomen. Ik ben ook een kleine koopman, dat is mijn Joodse aard, die altijd zegt, er zijn al reeds 6 drukken van verschenen weer. Dus over zondag. De zwaluwen vlogen hoog boven de tuinen. Daar kon je aan zien dat het ook morgen mooi weer zou zijn. Soms schoot een zwaluw als een pijl uit een boog naar beneden om aan de hongerige kleintjes wat vliegen en mugjes te brengen. Het weekend zat er bijna weer op. De vrouwen zetten hun wasstobbes alvast klaar op de achterplaatsjes. Met het kraaien van de haan zouden ze opstaan en zingend beginnen aan dat edele reinigende werk. Alles was volmaakt in evenwicht. Mijn vader begoot met de gieter de bloemen. Mijn moeder dopte de eerste bontjes van het jaar van de koude grond. En ik tekende in mijn schetsboek Gerrit de goudvis na, die we nu al 8 jaar hadden. Gerrit was laatst een naar ongeluk overkomen. Tijdens het verversen van het water was hij in de afvoer van de gootsteen gevallen. In de rioolput in de tuin beneden ons vonden we hem tussen de vieze smurrie meer dood dan levend terug. En toen opeens was er iets van godsdienst in mij. Als ik even alleen was, bad ik tot onze lieve Heer om zijn spoedig herstel. O, maakt u alstublieft Gerrit weer gezond. Hij is mijn vriendje en ik kan niet zonder hem. Toe, laat hem niet doodgaan. Ik was bang dat onze lieve Heer mijn gebeden niet zou verhoren, omdat ik nooit naar de kerk ging. Mijn ouders waren nou eenmaal niks, zoals ze zelf zeiden. Toen ik wild van vreugde begreep dat God zich ook ontfermde over mensen die niks waren. Van na een weekje lusteloos in zijn kom te hebben gelegen, liefde plots Gerrit weer op. Vrolijk zwom hij rond, geen spoor was er te bespuren van de verschrikkingen die hij had meegemaakt. Ik lachte eens naar hem. Ik zat zo voor de bolle glazen kom dat ik kon genieten van het licht dat brekend in het water in een wonderschone regenboog veranderde. Mijn vader had over dit verschijnsel gezegd dat het natuurkundig wel te verklaren was. Maar het begrijpen en met je verstand bij kunnen, dat was een andere zaak. Ik had ook een vriend van mij, die maakte al radiootjes en zo. En wat gerommel met draadjes en toestanden. Ik begreep daar niks van. Maar opeens, die man die klaarde het, die presteerde het. Opeens kregen we Hilversum en dat kwam zomaar door de lucht aanwaaien. Dus mijn schoonmoeder moet ik over nadenken, die is nu al 82. Wij wonen in Amsterdam, zij woont in Arnhem en die belt nog steeds op naar Amsterdam met decreet, met de aanhef. Met Arnhem! Met Arnhem!
wij steken ons al een hoedje, dus... We kunnen net niet ternauwernood dopjes in de oren doen, maar de trommelvliezen zijn ernstig bewerkt. Veronderstel als er mensen woonden in Melbourne of zoiets, wat zouden ze dan roepen? Dat is juist het leuke daarvan. Mensen begrijpen nog steeds eigenlijk niet van hoe dat zomaar door de lucht gaat met Arnhem. En daar praten wij weer, ik begrijp ook nog steeds geen bal van. Wonderende natuur. De zon vond ik ook zoiets fascinerends. Vol ontzag keek ik over mijn schetsboek heen. Hoe het machtige hemellichaam vuurrood onderging achter de bomen van Sonsbeek. Hoe dieper hij zakte, hoe mooier hij de lucht verfde in violette en roze tinten. En roze was de kleur van de puddingjes dat ik mijn moeder elk jaar om vroeg als ik jarig was. Stapelgek was ik op zo'n pudding de la roze. Deze naamgeving kwam voort uit de fantasie van mijn moeder. Ik zonk verder weg in die stroom van gelukkig kabbelende gedachten naar het hart van mijn eigen paradijsje dat ik nooit ver in het verschiet heb zien liggen, maar vlakbij, voor het grepen als het ware, gewoon naast de deur. Ben je weer aan het dromen, jongen? Hoorde ik mijn vader zeggen. Hij legde een hand op mijn schouder. Ga even als je wilt met je schetsboek op het balkon zitten. De tafel moet gedekt worden. We gaan zo eten. Je moeder heeft er iets heerlijks gebrouwen. Oh, zondag. Met je geuren van braadvlees. Met je memeringen. Je tukjes. Je wandelingen. Je zitjes. Je gekamde haar en je schone kleren. Oh, zondag. Men proeft eruit enige ironie, toch vind ik het nog steeds zo mooi. Op de achterkant van mijn boek staat ook... Van Doren zei eerder over mijn kleine hersentjes, dit boek gaat veel dieper dan het geëikte jeugdsentiment. Vergeet niet dat achter elke gelukzalige stemming het verval en de dood gloort. Wat te mooi is om waar te zijn, is per definitie huiveringwekkend. Mijn kleine hersentjes geven het onvervals naïeve weer. In de jaren keek ik heel oorspronkelijk tegen dingen op en tegen fenomenen aan als de begintijd van de tv, het Chinese eetwezen en onbereikbare meisjes. Ik wentelde me rond in de volle kracht van een dromerige adolescentie. Ik bedoel er maar mee, het kan zo mooi zijn en laat het ook zo mooi houden. Doodgaan we toch en hoe, dat bepaalt den heer. Nog een mooi gedicht wat met de zondag te maken heeft. Kort, het proza-gedicht dan. Achtertuinen. Op een zwoele zomeravond, even na zonsondergang, gaf mijn vader een briljant recital. Met onder andere een wals van Chopin en Melodia van Rubinstein. De piano stond in de achterkamer. De balkondeuren waren open. Vanaf het balkon keek je op een werkelijk aantrekkelijk carré van achtertuintjes die door huizen ontsloten waren. In deze lusthof genoten de mensen in de tuinen van de buitenlucht en het prachtige weer. In het spel van mijn vader kregen ze er een speciale genieting bij die zeer op prijs werd gesteld. Het was windstil, de klanken klonken wonderlijk ver door. De donkere warme bassen bromden langs de bakken met geraniums, de rozen en de herretjes. De vrolijke lichtere tonen klingenden als klatergoud door de avondlucht en dwarrelden door het lover van de zilverberken en de seringenbomen aan de kant van de Apeldoornse weg. Een verre kanariepiet ergens op een balkonnetje die eigenlijk al had moeten slapen reageerde op de vibraties door uit haar snaveltje de prachtigste rollers en fiedeltjes te halen. Tante Zwaan in de siertuin met de goudvissenvijver linksonder sloot haar ogen en neuriede mee. Zulke sferen moet een Shakespeare bewogen hebben tot zijn midzomernachtsdroom. Toen de laatste noot verstierf, was er voor een moment een stilte.
De natuur hield zijn adem in. Maar dan, als door de bliksem getroffen, richtten de mensen in de tuintje zich op en brachten mijn vader een staande ovatie. Een enkeling riep zelfs bis, bis. Met een welverdiend glas bier in zijn hand boog mijn vader op het balkon verlegen. Ik dacht dat er een ober had besteld voor een glasje bier. Hè? Ober! Ik ben het kiel van een beetje dorstig. Dat kerkgegalm, dat maakt de hele inderdaad. Ik kan me voorstellen, die dominees van vroeger. Pardon. Dank u. Dan iets kort uit door de weken heen. Een heel kort dingetje. Het dagboeken door de weken heen. Johnny van Doorn dagboeken. Een beetje rare dagboeken. Het gaat over het verhaaltje, het dagboekfragment heet verjaardag. En het begint met 1 februari en dan na het bad. Het gaat over mijn vrouw is dan jarig op 1 februari. Het is ook de dag van de watersnoodramp. Dat herdenk ik altijd. Toen ik was toen een jaar of 8 en dat heeft me een vreselijke schok bezorgd. Die watersnoodramp, ook familieleden in de verte die toen verdronken zijn. Daar heb ik het nou niet over. 1 februari. Het was mijn vrouw weer gelukt. Ze toonde zich ontevreden dat ze een zekere leeftijd had bereikt. Trek je niets aan van de tijd, zei ik. Beschouw hem als een vervelend opdondertje. Voor de tijd, als een lange pier over miljoenen jaren uitgestrekt, kan ik nog ontzag opbrengen, maar niet voor die warbel vadertje tijd. Zolang je ademt en nog een pietje wilskracht hebt, moet je vadertje geregeld op zijn billen petsen. Spuw op dat creatuur. Na het bad. Ze maakte zich op. Het verval hoort erbij, riep ik. En is ouder worden eigenlijk niet het mooiste wat er bestaat? Neem nou mijn tronie. Veel rustiger van oogopslag dan 20 jaar geleden. En zo is het met jou, Yvonne. We hebben gewonnen aan sereniteit. We zijn ouder, mooier en wijzer geworden. Als ik denk aan onze geborneerde poppengezichtjes van vroeger, schiet ik in de lach. 'S middags, als het echt niet meer lukt, mompelde ik, kunnen we er altijd sparen voor een feestliftje. Wat zei je? Dat ons nog heerlijke jaren wachten. En de weldadige geur van rumthee verspreidde zich door het huis. Altijd met die rare herdenkingen, daar blijf je mee bezig. Je hele leven ben je aan het herdenken. Ik hou er niet van die kranten die, als er iemand overleden is, Chopin bijvoorbeeld, 300 jaar dood, of dat is niet zover nog niet, hebben ze weer een artikel van 200 jaar Chopin dood, Hitler is nu 100 jaar dood, weer of Hitler, dan ben je Einstein 100 jaar dood. Flauwekul, allemaal. Daar hou ik niet van, je moet je eigen kleine huiselijke privé herdenkingen schrijven. Tevens ben ik ook, als je 50 wordt, word je tegenwoordig, dan ben je nog niet jarig, dan moet je naar het buitenland toe. Want dan gaan ze allemaal stiekem achter je rug, gaan ze allemaal dingen voor je organiseren. En dat is ook weer niet nodig. Een kwalijke kerel die je altijd in je leven bent geweest, die wordt er al eens een keer als een lief ventje, wordt hij dan eens in de watten gelegd. Vrijdagochtend. Een vriendin van ons was 50 geworden. Door een feestcomité werd voor haar een vrolijke avond verzorgd in een Jordaans buurthuis. De party zat ze dapper uit, al kon je soms zien dat ze er moeite mee had. De helft der mensen die acte présence gaven, kende ze niet eens. En bescheiden als ze is, kreeg ze het zichtbaar benauwd met sommigen uit een lange rij van redenaars die haar dusdanig de hemel in prezen dat ze zich op zulke ogenblikken eerder op een premature crematie moet hebben gewaand dan om een feest. Heel erg was een zanggroepje, de prettig gestoerde vrouwen, dat urenlang op koddige wijze schoolliedjes kweelde in het groene dal en op de grote stille heide. Wat men stervelingen al niet kan aandoen die toevallig een rond aantal jaren hebben bereikt.
Ik kan er niet tegen. Hoe meer ik erover nadenk, hoe kwaaier ik word. Never, zei ik tegen Yvonne. Ik waarschuw je, als ik ook nog de 50 dreig te halen, moet je je niet inlaten met ludieke feestcommissies. Zorg dat we dan op vakantie zijn in een ver land, anders ben je nog niet jarig. Vrijdagmiddag. Dat is een trend tegenwoordig, die comité's. Afgelopen jaar waren al 3 bekenden van ons op een 50ste door een geheime feestbende ontvoerd en naar een knusse lokaliteit gereden waar ze werden onthaald op tomtomklanken en feestwinkelsketjes. Maar toch, zei Yvonne, vinden veel mensen het prachtig om een kroonjaar in de watjes te worden gelegd. Ik denk aan artiesten die nooit helemaal aan de bak zijn gekomen. Die vooral snakken aan haar is een dagje uitvoerig gefêteerd te worden. Simon Vink hoorde in ieder geval niet tot die categorie. Wordt hij niet volgend jaar 60? Vroeg ik. Dat klopte. Zeg, heb je al iets gehoord van een comité dat hem in het zonnetje wil zetten? Oh nee, dan moet er potverdrie wat gebeuren. Notabene Vink, de beroemdste van alle dichterlijke Amsterdammers. Hij verhaalt niet een feest dat zich over een heel jaar uitstrekt. Ik meen het al over een tekst in een Liber Amicorum, een vriendenboek. Bescherm engelen als Artaud, Rimbaud, Ginsburg, Krishnamurti, Appel, Klaus, Mokumse scharrelaars, Rutje Knors, mooie chicks, het voltallige zootje ongeregeld, dochters en zonen, zullen je lieve vriend op je tocht door het kroonjaar nog eens extra opmonteren en tot ontroering brengen. Zaterdagochtend. Jongen, brabbelde ik. Het leek wel of hij eergisteren 50 werd en nu wordt hij al 60. Sinds dat feest toen hij Abraham zag, moet de tijd als een gek aan het razen zijn geweest. Ik schrok ervan. Een week verstreek. Voor het station kwam ik de maestro tegen. Maar wat scheelde hem? Hij bood een kreupele aanblik, Simon. Pasje voor pasje kwam hij aanschuifelen. Een tred als de martelgang van Kromme Lindert. Man, wat is jou overkomen? Vroeg ik bezorgd. O, kreunde hij. Johan, ik ben gisteren in de Melkweg te enthousiast van het podium gevallen. Niets gebroken? Leek me beter dat je het bed houdt. Ben ik de man niet daar, zei hij. Trouwens, ik moet centjes verdienen. Die ellendige geldnood. Ik heb van een taxi naar het station genomen. Zag je me niet? Ik kroop er maar moeite uit. Taaiheid kon je hem niet ontzeggen. Na trein ging hij nou weer naar een optreden in Roosendaal. Hij vertelde me nog dat hij deze ochtend een jubileumboek uit Amerika had ontvangen met prachtige foto's van de skydiving club The Flying Dutchman. Daar Vink erelid van was. Zijn vriend en instructeur in het parachutespringen, Steve Groff, had hem de jaren 60 tot die sport bekeerd en hem zelfs vrije vallen laten maken. En hoe veelzeggend luidde het opdrachtje van zijn vriend in het jubileumboek. The assignment, take care, no hard landings. Dat komt er wel ongelukkig uit, zei hij. Best mogelijk dat ik niet van het podium was gevallen als ik Steve's waarschuwing eerder had gekregen. Maar soms een lief meisje met een bosje bloemen voor me klaar. En dan weet je het wel. Boem. De zwaartekracht. Die nacht. Ik stommelde de wenteltrap op naar mijn huisdeur. Het slot knarste. En heel vreemd door mijn gedachten aan feestcomité's, jubilarissen, reunisten. Was ik me enigszins als het mannetje gaan voelen uit dat gedicht van Roland Holst. Moe en gehuldigd kwam hij thuis, vermenigvuldigd tot een muis. Moet je altijd 2 keer roepen, moe en gehuldigd kwam hij thuis, vermenigvuldigd tot een muis. Als ik aan Simon denk, dan moet ik toch even iets doen, altijd van hem. Gedicht van Baudelaire, waar we allebei van hebben gehouden, 1870... waren al dichters bezig die volgens mij het einde van de poëzie hebben geschreven. Daar bedoel ik mee, geen voetbalpoëzie, wat ik nu wel eens een keer me aanwaag. Geen gelegenheidsgedichtje, maar mensen die in hun hele leven daarvoor namen en ook vroeg dood gingen. En die blij waren dat ze van de syfilis konden sterven. Zoals, en ja, die rare Rimbaudische doen mee opgehouden en wapenhandelaar geworden en gaan reizen. Maar ja, dat was ook niet mis, zijn been ging eraf. Ook vroeg dood. Wij denken altijd aan die lui weer terug.
En die hebben ook gedichten geschreven onder het noemen van word dronken. Wat niet mee bedoeld wordt dat je altijd bier moet drinken. Ik neem wel een glaasje, een hapje bedoel ik. Verslik me bijna, zeg. God, dat wel een lelijk bier, zeg. En zeker van die vervelende Heineken of iets. Geef mij maar wat Belgisch bier. Maar, pardon. Dus, het gaat niet altijd om word dronken. Het kan ook gaan om, geestelijk kan je ook dronken worden. Dus, in vervoering haken. Soms zelfs geëxalteerd, zoals Johanna van het Kruis. En er zijn genoeg katholieken die helemaal naar war zijn geraakt. En die helemaal de hemel Jeanne d'Arc. Wil ik me nou niet even mee vergelijken met Jeanne d'Arc. Want ik voel alsjeblieft die brandstapel niet op. En, ik zie toch wel die oude kerels, die zie ik, die koppen van die foto's heb ik in ieder geval van die boulard. En ik zie die rare potserige, beetje vervelende, arrogante student zie ik nog steeds door de straten loop ik. Af en toe sla ik op zijn schouder en dat blijkt dan weer iemand anders te zijn. Dus ja, dat is altijd tegen beter weten in, hè? Zo gaat dat. Je kan ook dronken worden van de natuur. Natuurdronkenschap bestaat ook.